Poeldijk, Wateringen en De Lier hebben het afgelopen weekend carnaval gevierd. In deze plaatsen werden zaterdag optochten gehouden. In De Lier deden 29 carnavalswagens aan de optocht mee. Daarnaast waren er 587 personen ingeschreven die de tocht lopend volbrachten. Er waren meer aanmeldingen dan vorig jaar. De Lier stond op zijn kop met dit jaar als thema de bloemetjes buiten zetten. Meestal wordt er ingehaakt op landelijk en lokale nieuwsfeiten, zoals het legaliseren van de wietteelt, maar ook het gedoe rondom het varend corso. De ludiekste act ging over het verdwijnen van de pinautomaten. Wil je misschien even pinnen? De Lier kende je nergens de pin in De Lier. Maar bij ons kan je wel pinnen, let op, dan kan je pinnen bij de Bukkersbank. De echte betaalpost van het Bukkersgat, de enige plek in De Lier waar je nog wel kan pinnen. En bij ons kan je pinnen voor zwart geld en voor oud geld en vreemd geld en voor klein geld. Ja, ik geef je een passie mee, hè. Hij veel plezier. De Hoofdstraat is traditioneel het hoogtepunt van de stoet, met wel een hele bijzondere spoorwegovergang. Niet alleen de deelnemers deden kunstjes. In Wateringen staat loco-burgemeester Bram Meijer klaar voor de sleuteloverdracht. In carnavalstijd wordt de kern omgedoopt tot Wieringen. En na de overdracht gaat het feest beginnen. De optocht door Wateringen.